Als een ander het kan, kan jij het ook. Klinkt dat je bekend in de oren? Vast wel. Hetzelfde geldt ook voor de tweede taalverwerving. Elk individu kan een taal leren. Er bestaan verschillende methoden om een taal te leren. Ik zoom in op één manier. Spreken met moedertaalsprekers. Toen ik 12 jaar was, vroeg een Franstalige mij de weg. Ik kon hem niet begrijpen en zei niets. De man besefte dat er een taalbarrière was. Die wilde ik lange tijd niet verbreken, omdat ik amper Franse woorden kende. Dat maakte me ongemakkelijk. Bovendien voelde ik me alleen comfortabel in mijn eigen taal. Ik begon uit te kijken om het Frans meester te worden. Een lector op de hogeschool hielp me hierbij. Ze vertelde mij over Roland VZW, een instelling die taalkampen organiseert. Op die kampen sprak ik dagelijks Frans, wat in het begin moeizaam verliep. Op kamp krijgen deelnemers dagelijks 2 of 3 taalateliers, waarin ze met de nieuwe vreemde taal aan de slag gaan. Tussendoor is er ruimte voor sport en creatieve ateliers. Persoonlijk denk ik dat iedereen zou moeten deelnemen als animator. In eerste instantie krijg je Frans een stevige boost. Ten tweede leer je nieuwe mensen en plekken kennen. Vervolgens leer je jongeren nieuwe dingen. Tot slot voel je wat echte dankbaarheid is door de boodschappen die deelnemers voor jou schrijven aan het einde van een taalkamp. Een nieuwe taal leren biedt vele mogelijkheden. Je verbreedt je culturele kennis, leert nieuwe mensen kennen en doet ervaring op in het onderwijsgebied. De wijde wereld ligt dus aan je voeten.